Welkom bij de examentraining voor natuurkunde over kwantumwereld. In deze examentraining ga ik eerst even een superkorte samenvatting geven van dit domein. Dan zal ik aangeven met welke andere domeinen dit domein te maken heeft. Dat is vooral handig als je de voorkennis wilt opfrissen. En dan een wat langere samenvatting. Ik zal het hele domein doorlopen omdat het wel moeilijk is en omdat het handig is om een overzicht te hebben van alle stof die voorbij komt. En tot slot heb ik wat voorbeeldopgaven hierin verwerkt. Ten eerste de superkorte samenvatting. Elektromagnetische straling kan interfereren. En dat kunnen we verklaren met een golfverschijnsel, dus licht is een golf. Maar uit het fotelijkse effect weten we dat elektromagnetische straling, licht dus bijvoorbeeld ook, bestaat uit energiepakketjes die we fotonen noemen. Dus licht is een golf en een deeltje. Aan de andere kant. Kunnen materiedeeltjes uh, ook interfereren en gedragen zich dus ook als golf? Dat noem je de golf-deeltje-dualiteit. Een deeltje is een golf, of gedraagt zich als golf en als deeltje. En een golf gedraagt zich ook als deeltje. En uh, die golf, dat blijkt te maken te hebben met de kans om een deeltje ergens aan te treffen. En de gevolgen zijn dat energietoestanden discreet zijn, uh, dat er onbepaaldheid is in waar je een deeltje kunt vinden en hoe snel het deeltje dan gaat. En tunneling. Wat zijn nou verbanden met andere domeinen? Ten eerste uh, interferentie, trillingen en staande golven. Dat vind je terug in het domein B1, informatieoverdracht, ook wel trillingen en golven genoemd. toestanden en spectra en fotonen, dat vind je terug in elektromagnetische straling en materie, domein E2. Um, energiebehoud, kinetische en potentiële energie, dat vind je terug in energie en wisselwerking, domein C2. Uh, en tot slot de versnelspanning. Vaak gaat het over geladen deeltjes die worden versneld door een bepaalde spanning. Um, en dat uh, heeft te maken met elektrische en magnetische velden, domein D2. Dan nu de wat langere samenvatting. Um, ik vertelde net al dat uh, dit domein te maken heeft met trillingen, met golven. Uh, en een eigenschap van golf is dat die kunnen buigen. Een, en een golf is een trilling die zich in de ruimte uitbreidt. Um, en als zo'n trilling uh, zich uitbreidt, zo'n golf, uh, en als die dan tegen een voorwerp aankomt, dan kan die daar omheen buigen. In dit plaatje zie je uh, bijvoorbeeld uh, golven, vlakke golven, die op een barrière stuiten. Uh, en daarin is een opening. Nou kunnen die golven aan de randen van die opening gaan buigen. Dat zie je hier schematisch weergeven. Dus die golven die buigen een beetje zo naar buiten. Stel nou dat we die opening kleiner maken, dan. Is er bijna niks voor die golf om rechtdoor te gaan? Er zijn vooral randen over en dan vind je vooral buiging. De buiging blijft over. Hetzelfde gebeurt als je niet een opening hebt, maar juist een obstakel, zoals in dit plaatje. Het obstakel heeft ook randen en de golven die buigen om die randen heen. En als het obstakel nou kleiner is, dan ga je meer van die buiging merken. Dus de mate van buiging heeft te maken met de golflengte en met de afmeting van het obstakel of de opening. En dat is vooral merkbaar als de golflengte in de orde van grootte is van de opening of het obstakel. Maar let op: je kan niet zomaar zeggen dat een golflengte klein genoeg is, of juist te groot is. Die uh, moet het ergens mee vergelijken. Bijvoorbeeld dus met die opening of met het obstakel. Altijd vergelijken. Nou, die buiging gaan we gebruiken in het dubbelspleet-experiment. Dit is de opstelling: je hebt een bron, een barrière met twee openingen. En daarachter een scherm. Als we daar watergolven op afsturen, vlakke watergolven, dan uh, krijg je bij elk van die openingen buiging. Uh, de golven die komen uit die openingen en die buigen alle kanten op. Dat betekent dat je twee bronnen hebt en die zijn in fase. Die trillen met dezelfde frequentie op en neer en die dus zitten op hetzelfde moment in hetzelfde punt van hun trilling. Dan krijg je achter die barrière dit patroon. Die golven die gaan door elkaar heen lopen en dat noem je interferentie. Wat nou opvalt is dat er op dit punt bijvoorbeeld, midden tegenover die twee openingen, dat de trillingen daar in fase zijn. Er is geen weglengteverschil, de afstand daar is gelijk. Daar krijg je constructieve interferentie. En dat kun je begrijpen doordat de golven uit elk van die openingen komen, in fase, evenveel afstand moeten afleggen, daar even lang over doen en dan in fase weer aankomen, daar Midden tegenover die openingen. Dus versterken ze elkaar. Dat gebeurt ook op andere plekken, zoals bijvoorbeeld hier. Um, daar zijn die afstanden niet even groot. Uh, de ene golf hoeft minder afstand af te leggen en die is, komt eerder aan. Daar is dus een faseverschil. En als het afstandsverschil nou uh, precies een golflengte is, een heel aantal golflengtes, dan krijg je constructieve interferentie. Ook hier. Maar er zijn ook plekken waar de golven. Uh, net achterlopen, maar elkaar gaan uitdoven. Dat is bijvoorbeeld hier. Dat zijn de trillingen uitfase. Ik heb dat een beetje schematisch opgeschreven met een weglengteverschil van delta x is een, halve, een half aantal golflengtes. Um, en dan bedoel ik dus dat de, het weglengteverschil een halve golflengte is, of anderhalf of 2,5. En dan krijg je destructieve interferentie. Hoe kun je dat begrijpen? Die golven vertrekken gelijk met eenzelfde fase. Maar de ene is er ietsje eerder dan de ander. En dan komen ze aan, uit fase, en dan doven ze elkaar daaruit. Destructieve interferentie. Wat ik hiermee wil vertellen is dat um, interferentie onlosmakelijk verbonden is met golven. Zodra je interferentie ziet, dan weet je, hier zijn golven aan het werk. Als je golven hebt, dan weet je, die kunnen interfereren. Laten we eens kijken naar licht. Zelfde soort opstelling. Ik heb hier een laser die schijnt op die twee openingen, en daarachter krijg je dit patroon van licht en donker. Ik hoop dat je daarin interferentie herkent. Je hebt hier constructieve interferentie en bij die donkere plekken destructieve interferentie. De conclusie is dus licht is een golfverschijnsel. Hetzelfde kunnen we doen met elektronen. Ik heb hier een elektronenkanon, die schijnt weer op twee openingen. En nou zou je kunnen denken, elektronen zijn deeltjes met massa, die interfereren niet, dat zijn geen golven. Dus je krijgt dan achter de ene opening een hoge intensiteit van elektronen. Een smalle bundel. En achter de andere opening ook. Geen interferentie. Maar dat gebeurt niet. Wat je wel te zien krijgt is dit patroon: je krijgt hier weer plekken met veel elektronen, hoge intensiteit, constructieve interferentie. En plaatsen waar er weinig elektronen zijn, lage intensiteit en destructieve interferentie. De conclusie is dus. Elektronen gedragen zich als een golf. We kunnen ook kijken naar individuele elektronen. Wat nou als we individuele elektro elektronen door die dubbelspleet sturen? Daarmee kunnen we beantwoorden wat die golf nou eigenlijk betekent bij elektronen. Als je ze één voor één erdoorheen stuurt, dan uh, duurt het natuurlijk wat langer voordat je dat patroon ziet. Uh, en de vraag is of je nog wel dat patroon ziet. Het zou kunnen dat die deeltjes dan uh, niet hebben om mee te interfereren, want ze gaan één voor één erdoorheen. Um, hier zie je 8 elektronen, een paar witte puntjes als je goed kijkt. Uh, dit zijn 270 elektronen, geen enkel patroon in te ontdekken, ze komen willekeurig terecht. Uh, 2000 elektronen, en tot slot, pas bij ongeveer uh, 6000 elektronen, zie je weer die banden van licht en donker. Uh, er is dus wel degelijk interferentie. We kunnen hier twee dingen uit concluderen: um, het patroon bouwt zich heel onregelmatig op, heel grillig. Uh, er is een soort kans uh, dat die elektronen ergens terechtkomen. En ten tweede, die elektronen die interfereren niet met elkaar. Dus de golf beschrijft de kans om het elektron ergens aan te treffen. En ten tweede, de elektronen interfereren niet met elkaar. Er wordt wel eens gezegd ze interfereren met zichzelf. Um, ik vind het een beetje raar, um, want immers zijn het golven die interfereren. Dus zie het liever zo: die elektronen beschrijf je met een golf. Die golven gaan door die twee openingen en die interfereren met elkaar. Een voor de hand liggende vraag is nou, door welke opening ging dat elektron? We hebben enkele elektronen door dat uh, apparaat gestuurd en er kwam interferentie, maar ja, ging je nou door de ene of de andere opening? Stel je voor dat we uh, ja, dat gaan meten. Uh, Snoopy die staat hier te meten en die gaat meten door welke opening het elektron komt. Vinden we dan een elektron dat door het een of het andere uh, openingetje gaat? Jazeker, dat vinden we nog steeds. Maar wat er dan gebeurt, is het interferentiepatroon verdwijnt. Hoe kun je dit begrijpen? Die elektronen komen uh, door één of de andere opening. Dat komt overeen met een golf die uit één of de andere opening komt. Dus je hebt niet meer twee golven, je hebt één golf, uit één of de andere opening. En enkele golven. Ja, die buigen wel af, maar die kunnen niet interfereren. Uh, zo kun je verklaren waarom het interferentiepatroon verdwijnt. Golven hebben een golflengte. Hoe zit het nou met de golflengte van die elektronen, of meer algemeen, kwantumdeeltjes? Uh, Dat is de de broglie golflengte En die de broglie golflengte geldt eigenlijk voor alle kwantumdeeltjes, ook fotonen. De golflengte dus van een materiegolf, maar ook van fotonen. Um, wat je nou merkt is dat een hoge snelheid geeft een korte golflengte. Dat blijkt uit uh, experimenten met, uh, met zo'n dubbelspleet. En een grote massa, als je een deeltje met een grotere massa door die dubbelspleet stuurt, dan uh, komt het overheen met een kortere golflengte. Dat kun je zien aan het patroon dat dan verandert. heb ik niet laten zien. In de formule is dat lambda is h, de constante van Planck, gedeeld door de impuls p. Maar impuls p is gewoon mkv, dus h gedeeld door mkv. Die formule vind je zo in Binas. Even tussendoor een vraag. Uh, ik zei al, de massa doet ertoe. Elektronen kun je laten interfereren. Uh, dat interferentie-experiment hebben ze ook gedaan met moleculen. Hele zware moleculen. En dan krijg je deze plaatjes. Als het goed is herken je hier weer licht en donker. Je ziet uh, een interferentiepatroon van C32H18N8-moleculen. Geen idee hoe dat heet. Uh, en de vraag is: stel dat we nou dezelfde opstelling gebruiken, maar dan elektronen. Uh, het interferentiepatroon blijft gelijk, dus je ziet op dezelfde plaats licht en donker. Um, A, moeten de elektronen dan sneller of juist langzamer bewegen dan de moleculen? En B, ja, bereken dan hoeveel keer sneller of langzamer ze moeten bewegen? Stop de video, denk er eerst even zelf over na en ga dan weer verder. Het antwoord is, uh, dat heeft natuurlijk te maken met die de broglie golflengte um, Elektronen in plaats van die zware moleculen. De golflengte moet gelijk blijven, want de golflengte bepaalt het weglengteverschil op een bepaalde plek. En die plek waar dat weglengteverschil een hele of een halve golflengte is, dat wil je gelijk houden. Dus we, zullen, we willen eenzelfde patroon, dezelfde golflengte. M keer V moet gelijk zijn. De massa van die elektronen is kleiner, dus hun snelheid moet veel groter zijn. Nou, hoeveel keer groter? Dat heeft te maken met die massa. Het is makkelijker om dit in uh, atomaire massa-eenheden te doen. En dan vind je voor het molecuul een massa van 514 U en voor het elektron uh, 0,0005 U. Uh, dat is ongeveer een miljoen keer zo groot, dus de snelheid van die elektronen moet ook een miljoen keer zo groot zijn. Dit kun je toepassen bij uh, uh, microscopie. Uh, een elektronenmicroscoop maakt gebruik van de juist heel korte golflengte van elektronen, omdat buiging een beperkende factor is bij microscopie. Hier zie je zo'n plaatje van een elektronenmicroscoop. Ik geloof dat dit uh, pollen zijn. Uh, met een heel hoog detail kun je die zien. Maar je kunt met een elektronenmicroscoop ook virusdeeltjes zichtbaar maken. Hoe zit dat nou? Um, ik heb hier een plaatje van een elektronenmicroscoop. Uh, boven heb je een lichtbron. En dan is er een lens om het licht te bundelen op een uh, uh, voorwerp dat je wilt vergroten. Uh, het sample. En nog wat lenzen om het uh, licht weer te bundelen in een oog of op, op een uh, detector, maar daaronder zie je een oog. En uh, stel nou dat er buiging is, dat is niet goed, want dat sample heeft bepaalde details. Als het licht eromheen buigt, dan zie je niet meer contrast tussen uh, licht en donker, dus dan zie je geen randen meer, dan zie je een of andere wazige vlek. Dat betekent dus dat de golflengte uh, beperkt is voor de resolutie. Uh, je, kan, je kan eigenlijk niet nauwkeuriger kijken dan de golflengte van het licht. Elektronen hebben dus een veel kortere golflengte, maar nog wel een golflengte. Dus hun resolutie is ook beperkt, maar veel uh, beter. Een hogere resolutie door een kortere golflengte. Er zijn twee soorten elektronenmicroscopen. Ik zal de uh, schematische weergave laten zien. Uh, in het midden een transmissie-elektronenmicroscoop. Die lijkt het meest op een lichtmicroscoop. Uh, boven een uh, elektronenbron. En dan zijn er lenzen, niet van glas, maar dat zijn elektrische en magnetische velden die de elektronen bundelen door het object, het sample. En daaronder is er een of ander scherm of weer een detector. Een scanning-elektronenmicroscoop, dan heb je een hele nauwkeurige bundel elektronen. En daar scan je het oppervlak mee af. Dus je leest het af en je vangt dan die elektronen op. En de mate van, de, de, de mate van de elektronen die terugkomen, geeft je informatie over wat er dan precies zit. Nou, hoe zit het nou met fotonen? Um, ik noemde al het Fotolex effect. Uh, licht interfereert, dus dat is een golfverschijnsel, maar het fotolex effect vertelt ons dat licht ook uit deeltjes bestaat. Dus is licht nou golf of deeltje een foton is natuurlijk beide. Uh, het fotolex effect, dan heb je een uh, een of ander metalen plaatje. En het uh, blijkt dat als je daar bijvoorbeeld rood licht op schijnt, dan gebeurt er niks. Dan uh, komen er geen elektronen uit vrij. Als de golflengte korter wordt, bijvoorbeeld naar groen licht, dan komen er ineens geladen deeltjes die elektronen uit het metaal komen vrij. En die vliegen weg met een hoge snelheid. Als je nou eh, blauwe of violette fotonen gebruikt, dan komen er ook elektronen vrij, maar met een nog hogere snelheid. Nou zou je kunnen denken, er moet dus genoeg energie zijn om zo'n elektron vrij te maken. Kunnen we dan bij dat rode licht niet zorgen voor heel veel rood licht, heel fel rood licht? Dat werkt niet. Dus een soort minimale energie nodig, dat is de energie. En het blijkt dat licht bestaat uit energiepakketjes. Um, Zo'n elektron uh, neemt een kwantum van uh, energie op van het uh, licht. Dat is een foton. Met een energie van h keer f. h de constante van Planck en f de frequentie. Dus hoe uh, hoger de frequentie, hoe korter de golflengte, hoe meer energie die fotonen hebben. En op een gegeven moment is dat net genoeg om die elektronen vrij te maken uit het metaal. Je hoeft hier niet mee te kunnen rekenen, dat staat niet in de eindtermen, maar dit moet je er dus ongeveer van snappen. En ook dat je hiermee kunt uitleggen dat licht gekwantiseerd is, dat het bestaat uit uh, telbare pakketjes energie in dit geval. Wat gebeurt er nu als je zo'n kwantumdeeltje opsluit? Uh, het gevolg is kwantisatie en spectra. Dit heeft te maken met elektromagnetische straling en materie. Uh, het andere domein. Um, wat je hier ziet is horizontaal uh, een positie en verticaal de potentiële energie van een of ander deeltje. En met potentiële energie bedoel ik bijvoorbeeld zwaarte-energie. Maar dit kan ook elektrische energie zijn. Dus het deeltje heeft in het midden heel weinig potentiële energie en aan de randen heel veel potentiële energie. Het stippellijntje is de energie van het deeltje, totale energie. Totale energie is. Potentiële energie plus kinetische energie. Dus het verschil van het stippellijntje met die doortrokken lijn is kinetische energie. Tussen x1 en x2 heeft dit deeltje kinetische energie. Dat betekent dat het deeltje niet buiten die punten x1 en x2 kan komen. Dus als de energie van het deeltje minder is dan de potentiële energie, dan zit het opgesloten. Het deeltje heeft dus hier niet genoeg energie om te ontsnappen. En wat er dan gebeurt is dat die golf waar ik het eerder over had, die kwantumgolf om het zo maar te noemen, die is eigenlijk ingeklemd tussen x1 en x2. En dan krijg je staande golven. Dat is precies wat er gebeurt bij een gitaarsnaar. Als je die inklemt en aanslaat, dan krijg je staande golven. Je krijgt dus vaste golflengte. En bij een vaste golflengte hoort, met de de broglie golflengte een vaste snelheid en dus ook een vaste energie. En je krijgt dan spectra. Ehm. Um, nou, in dat domein elektromagnetische straling en materie, uh, daar heb je geleerd dat je dan absorptie en emissie van fotonen krijgt. En let op, dit gaat vaak fout. De fotonenergie is gelijk aan de ener het energieverschil van die energieniveaus. Nou, hier nog in een plaatje, uh, horizontaal weer de afstand, verticaal de potentiële energie. En je ziet daar allemaal energieniveaus, een soort ja, treden ontstaan. Het systeem kan alleen maar op zo'n vast energieniveau zitten en niet ertussenin. Als het van het ene naar het andere niveau gaat, naar beneden, wordt er een foton uitgezonden. En als er een foton is dat precies overeenkomt met zo'n sprongetje, dan kan het uh, foton worden geabsorbeerd en dan springt het systeem in een hogere energietoestand. Nou merk nou op dat die grafiek, uh, die grafiek die gaat zo naar beneden, die zit daar ergens heel laag, maar dat laagste energietoestand, die komt daar niet. Dit noem je de nulpuntsenergie. Dus in de grondtoestand is er altijd een bepaalde minimale energie. Uh, die is niet nul. En dat heeft te maken met de onbepaaldheidsrelatie. Die zal ik zo meteen nog uitleggen. Dan nou zijn er twee systemen. Uh, het eendimensionale energieputje, deeltje in een doosje. En het uh, waatsofatoom, die je echt goed moet kennen en waarvan je de energieniveaus kunt berekenen met een formule. Dit is een model, het eendimensionale energieputje is een model van een deeltje dat langs een lijn beweegt. Dus een eendimensionaal systeem. En dat deeltje is opgesloten tussen x is 0 en x is L. Dat zie je hier. x is 0 uh, links en x is L rechts. Daartussen heeft het deeltje geen potentiële energie, kan het vrij bewegen. Maar bij die randen springt de energie ineens naar oneindig. En daar kan het deeltje dus nooit komen, daar heeft het nooit genoeg energie voor. Nou, dit is opnieuw vergelijkbaar met een aan twee kanten ingeklemde snaar en daar horen energieniveaus bij. Dat is deze formule en je ziet dat die afhangt van n, n kwadraat in dit geval, n dat zijn gehele getallen, 1, 2, 3, 4 enzovoort, telbaar. Dus de energieniveaus, dat heb ik hier in dit schemaatje weergegeven, de energieniveaus zijn weer discreet. Daarom heet kwantumwereld ook kwantumwereld, het is vast, het zijn vaste eenheden. Dan zie je in die formule de lengte staan. Dat is de lengte van het doosje, de breedte eigenlijk. En als die L um, nou groter wordt, als we het doosje groter maken, dan deel je door een groter getal, dan zakken al die energieniveaus naar beneden. En dat zie je hier gebeuren. Als de wanden dus verder uit elkaar gaan, zie je dat er meer energieniveaus inkomen en dat ze dichter op elkaar zitten. Dat volgt dus uit deze formule. Dan het waterstofatoom. Uh, dat gaat om een proton en een elektron. Dus je hebt geladen deeltjes die elkaar aantrekken. Uh, dat is de coulombkracht. Ook wel de coulombpotentiaal als je het over de energie hebt. Bij die kracht. Uh, dat is de potentiële energie. En uh, dan krijg je energieniveaus in elektronvolt. Met deze formule kun je die berekenen. Die staat in uh, BINAS. Maar let op, dat is in elektronvolt. Een van de weinige formules waar, uh, waar je niet met SI-eenheden rekent. Maar met, uh, in dit geval met elektronvolt. Nou, die 13,6... Uh, dat is nog wel goed om te weten, dat komt overeen met de ionisatieenergie van waterstof. Die vind je in BINAS tabel 21c. In BINAS vind je ook in BINAS tabel 21a uh, hoe dat eruit ziet. Dit is het energieniveauschema van waterstof. Hier staat ook helium bij, dat heb ik weggelaten. Uh, en hier zijn ook overgangen ingetekend met bijbehorende golflengtes. Ik noemde net al de onbepaaldheidsrelatie van Heisenberg. Een gevolg van het beschrijven van deeltjes met golven is dat die golf, die geeft eigenlijk altijd aan dat een deeltje op een bepaalde, in een bepaald gebiedje is. Dus niet op een bepaalde plek juist, maar in een bepaald gebied. Plaats en impuls zijn daardoor niet tegelijkertijd oneindig nauwkeurig bepaald. Dat is even moeilijk om uh, kort uit te leggen, maar uh, bedenk dat de golflengte van die golf zegt iets over de impuls, m keer v. En om een golflengte te kunnen waarnemen, om dat te kunnen aflezen in een golfje, heb je een, ja, een golfje nodig dat uitgebreid is, dat zich ergens bevindt. Um, dat betekent tegelijkertijd dat de plaats dus ook uitgebreid is. Dat deeltje zit dan niet op een bepaalde plek. Die golf gaf immers aan, wat is de kans om het deeltje ergens aan te treffen. Um, ik kan wel een golfje tekenen dat, dat heel scherp gepiekt is, dus heel smal is. Dan weet ik waar zit dat deeltje. Maar dan weet ik ze impuls niet meer, want wat is dan nog de golflengte? Dit heeft dus niets te maken met meetonnauwkeurigheid. Dat wordt wel eens gezegd en de onbepaaldheidsrelatie wordt ook wel eens een onnauwkeurigheid of een onzekerheidsrelatie genoemd. Uh, dat is onzin. Het heeft niet daarmee te maken. Het heeft ermee te maken dat je ook gewoon echt niet kan weten van tevoren. Ik vind het deeltje daar met die snelheid en met die impuls uh, en met die op die plaats. Um, daar heb je een formule bij. De onbepaalde installatie van Heisenberg. Let op die delta's. Die zijn heel verwarrend, heel vervelend dat die gebruikt zijn als notatie. Normaal gesproken gebruiken we delta voor een verschil in. Je zou dus kunnen denken dat hier staat verplaatsing of zo. Dat is niet zo. Die delta-x staat voor de spreiding in de meetuitkomsten. Wat is nou een spreiding? Je hoeft het niet wiskundig te snappen. Stel je voor dat ik heel veel. Um, keer meet waar een deeltje zich bevindt, dan vind je dat de uh, positie dan weer hier zit, dan weer daar en dan weer hier en dan weer daar. Je vindt dus allerlei waarden met een bepaald gemiddelde. De spreiding is nu de afwijking van het gemiddelde. Dus hoe ver zitten die meetwaarden gemiddeld van het gemiddelde af? Dat is de spreiding. Hetzelfde geldt voor de impuls. Als je dus vaker uh, dat deeltje meet, dan zul je uh, allerlei impulsen vinden met een bepaalde spreiding. Dan nou kan de spreiding in de plaats niet heel klein worden, want het product van deze twee dingen moet minimaal h gedeeld door 4 pi zijn. Ik noemde de nulpuntsenergie net. Dat heeft hiermee te maken, um, want uh, als je een putje hebt, dan kan het deeltje niet onderin dat putje stil liggen. Um, als het onderin het putje zit, weet je namelijk zeker waar vind je dat deeltje. De spreiding is dan nul. Ja, 0 keer iets is nooit groter dan h gedeeld door 4pi. Uh, dus dat kan niet. Dat is dus wat de uh, relatie zegt. Tot slot tunneling. Uh, dat heeft dus ook weer met die golven te maken. Tunneling is eigenlijk dat een deeltje ergens doorheen komt waar het klassiek niet doorheen kan komen. En voorbeelden daarvan zijn alfa-verval, kernfusie op de zon en de scanning tunneling microscoop alpha verval en kernfusie zal ik kort uitleggen. De STM moet je zelf even uh, lezen, maar het komt op hetzelfde neer. Kijken we naar deze grafiek. Je ziet horizontale afstand van uh, de kern, R zat. De, uh, dus de kern is positief geladen. En uh, verticaal de potentiële energie van een deeltje dat zich op een bepaalde afstand van de kern bevindt. Bijvoorbeeld een uh, proton of een uh, heliumkern, wat een alfa-deeltje is. Nou zie je dat op korte afstand is er een lage energie. Daar is aantrekking. De kerndeeltjes worden tot elkaar aangetrokken en die zitten daarom op een kluitje bij elkaar. Maar kerndeeltjes, als we even alleen naar de protonen kijken, dat zijn positief geladen deeltjes. In principe uh, stoten die elkaar af. Alleen op korte afstand is die aantrekkende kracht, de kernkracht, groot genoeg om ze bij elkaar te houden. Maar als ze verder uit elkaar komen, dan gaan ze vooral de afstotende kracht merken. Uh, die kernkracht werkt alleen op korte afstand. En op grotere afstand heb je de coulombkracht. Dan worden die deeltjes dus uit elkaar geduwd. Daardoor krijg je deze grafiek. Stel je nu een heliumkern voor in een atoomkern. Ik bedoel dus een willekeurig koppel van twee protonen en twee neutronen in een grote kern, een uraniumkern of zo. Nou, stel nou dat die een energie heeft volgens deze lijn. Um, die is niet genoeg om over die barrière heen te komen. Dat betekent dus dat het deeltje eigenlijk opgesloten zou zitten in de kern en er niet uit kan, klassiek gezien. Maar quantum zegt nu dat er toch een kans is dat zo'n deeltje uit de kern komt. Waar hangt die tunnelkans nou vanaf? Ten eerste wordt die tunnelkans groter als de barrière smaller wordt. En dan heb je minder te overbruggen. Als het energietekort kleiner wordt, dat is dus dat bultje boven die horizontale lijn. En als je een deeltje hebt met een kleinere massa, een uh, heliumkern dat tunnelt minder waarschijnlijk dan bijvoorbeeld een uh, proton. Um, dan heb je bij alfa verval dus een, als het ware een heliumkern die uit de kern tunnelt. Bij kernfusie heb je juist bijvoorbeeld twee protonen. Ja, wat is dan de kern? Het zijn gewoon twee geladen deeltjes, maar die worden afgestoten en die kunnen naar elkaar toe tunnelen uh, om de, door ditzelfde effect. En die massa is natuurlijk kleiner. Zo'n proton heeft een kleinere massa dan een heliumkern. Let op, er staat een fout in veel examens. Want dit tunnelen is niet goed toegepast in veel examenopgaven. In veel examenopgaven wordt het volgende gedaan: de, de broglie golflengte buiten de barrière wordt vergeleken met de breedte van de barrière zelf. En dat is geen goede maat om te bepalen of er wel of geen tunneling is. Dat leg ik niet uit, maar let alsjeblieft op als je gaat oefenen met oude examens. Waar dit wordt gedaan gaat het heel vaak fout. Om die reden. Is deze bepaling uit de, de syllabus geschrapt? Uh, hier staat dat je moet kunnen inschatten of er kwantumverschijnselen optreden, afhankelijk van die de Broglie-golflengte. Het is heel jammer. Dit heeft niks met tunneling te maken wat hier staat, maar dit is dus geschrapt. Dit hoef je dus niet te kunnen doen. Uh, let daar alsjeblieft ook op bij het oefenen van oude examens. Tot slot heb ik een voorbeeldopgave, een uh, examenopgave uit 2016 tweede tijdvak. Hij bestaat uit drie vragen. Ik heb per vraag een scherm, um, omdat het anders er niet op past. Uh, elke keer laat ik hem zien en daarna bespreek ik hem. Stop nog steeds het video even tussendoor en ga dan pas verder. Waarom uh, is de lichtintensiteit bij A en B nou uh, nul? Hoe komt dat? En we moeten het begrip interferentie gebruiken. Nou kun je zeggen dat die opening is heel smal is, maar is natuurlijk niet uh, oneindig klein. Interferentie treedt op als je twee bronnen hebt. Hoe heb je nou hier twee bronnen als je één opening hebt? Ja, denkbeeldig kun je zeggen, er komt licht uit de linkerhelft van de opening en er komt licht uit de rechterhelft van de opening. En die twee golven, uh, die kunnen gaan interfereren. Als ze in B aankomen, dan blijkbaar uh, doven ze elkaar daaruit, omdat het weglengteverschil net een halve golflengte is. En dan doven ze elkaar dus uit. De volgende vraag, wie gaat erop door? Lees hem weer en maak hem eerst zelf. Laten we eerst even aanstrepen wat hier belangrijk is. Uh, het gaat om een hoek alfa, die is al getekend voor je. Dan hebben we het over impuls. En die impuls is niet van grootte veranderd. Dus die P daar uh, boven uh, de, de opening is gelijk aan die, die schuine pijl als het ware daaronder. Als je dat als vector ziet, is dat gelijk. Impuls is niet veranderd. Um, en er is een golflengte. Uh, die heb ik ook aangestreept. En er is dus een horizontale component van die impuls. Nou is het, het moeilijke werk eigenlijk al voor je gedaan. In dat schemaatje gebruik dat vooral. Wat je kunt opmerken is dat de impuls daarin de schuine zijde is. En px de overstaande rechthoekzijde van deze driehoek die je daarin kan herkennen. Dus de sinus van alpha is px gedeeld door p. Overstaande gedeeld door schuin. Ja, hier kun je dus ook de de Brooij-golflengte gebruiken. Ik zei het net al, dat geldt ook voor uh, fotonen. We hebben het hier over fotonen. Um, en de impuls is h gedeeld door lambda, als je die formule omschrijft. Nou, als je dat allemaal invult, kom je op deze impuls. En de sinus daarvan uh, is dus die px, die is gegeven, gedeeld door die berekende impuls. Um, dan moet je de inverse daarvan nemen en dan vind je 0,728 uh, graden. Let erop. Dat je rekenmachine niet op radialen staat, maar op graden. Um, want je moet hier een hoek uitrekenen. Hier kon je punten krijgen voor het inzicht dat die sinus alfa gelijk is aan de px gedeeld door p. Het gebruik van de formule van de brooien. En het completeren. Dit is de laatste vraag uit dit uh, examen over deze uh, context. Uh, lees weer de vraag en maak hem zelf. Laten we eerst weer aanstrepen wat belangrijk is. Um, er is een px en een delta p. Uh, er wordt al gezegd dat je moet kijken naar een minimale van delta x en de onbepaaldheidsrelatie wordt genoemd. Nou ja, die onbepaaldheidsrelatie, relatie laten we die maar nog gelijk opschrijven. Uh, je moet naar een delta x. Uh, en dus de, ik heb hem hier omgeschreven. We moeten naar de minimale waarde. Je ziet dat groter dan teken staan. Ja, het gaat niet om groter dan, het gaat om de ondergrens, dus het gelijkteken. Daarvoor is het uh, gelijkteken gebruikt. Nou, als je dat allemaal invult, kom je op deze waarde: 3,96 uh, keer 10 tot de min zesde meter. Nou, moeten we nog wat uitleggen. Waar komt die delta x, die onbepaaldheid in uh, positie, vandaan? Nou, die Px, die heeft natuurlijk met die opening te maken. Dus het ligt voor de hand dat de onbepaaldheid in Px het gevolg is van die spleet. Dus delta x minimum heeft, met de, met, heeft betrekking op de spleet. En tot slot, die Heisenberg uh, kunnen we gebruiken uh, om de laatste vraag te beantwoorden. Een kleinere delta x, kijk naar de formule, een kleinere delta x betekent een grotere delta p. En een grotere delta p betekent dat de afstand AB groter wordt. Dus die fotonen die worden meer naar de zijkanten verspreid. En de afstand AB wordt groter. Je kon hier een punt krijgen voor het toepassen van de Heisenberg-onbepaaldheidsrelatie, het completeren. De conclusie. Dat de delta P of die delta X minimum uh, betrekking heeft op de opening. En de conclusie dat de afstand groter wordt uh, tussen AB. Ja, dit was de examentraining uh, Quantum World. Ik heb veel uitgelegd. Ik heb niet zoveel van de uh, examenopgaves laten zien. Uh, er zijn veel te vinden op internet, dus oefen vooral veel. En je zult zien dat je vaak dingen moet uitleggen. En dat er uh, vrij weinig berekend wordt. Um, probeer de algemene tips te gebruiken bij het beantwoorden van examenvragen. Ik wens je heel veel succes met je examen. Ik hoop dat deze examentraining geslaagd was en ja, geef je docent nakijken.